Welkom bij aflevering 15 van Boksel Natuurlijk. Vandaag heb ik Frans ontvoerd. Hij weet niet waar hij naartoe gaat. En absoluut gaan doen, niet. Hè? Nee. Dat vond ik wel een keer heel leuk, want het is geen, dat verklap ik wel, geen buitennatuurgebied, zeg maar, zoals jij dat normaal doet. Ja. Maar we hebben een mooie locatie. Nou, ik ben reuze benieuwd. Vorig jaar was verrast door Carolijn, nu door jou. Ja. Nou, ik ben benieuwd wat Roel de volgende keer gaat doen. Nou, inderdaad. Nou, ik snap het even, maar ik wil nou eens gaan kijken. Want ik ben helemaal zenuwachtig. Nou, ik weet wel dat er koffie bij hoort. Oh, nou, dan gaan we er nu naartoe. Laten we er maar naartoe lopen dan. Okay. Deze kant op. Ik vind het ontzettend leuk dat wij hier mogen zijn voor Boksel Natuurlijk. En Frans, jij wist van niks. Hè? Ik weet helemaal van niks. Ik zit nu al mijn ogen uit te kijken, al wat ik kan wel zien hangen. Maar ik heb natuurlijk meteen een vraag, Leo. Waar zijn we hier nou? Wat is dit voor een huis? Ja, dit is het woongedeelte van een voormalige wasserij. Een wasserij? Och, jongens, dat is een ouderwetse tijd afwasserij. Ja. En je kijkt hier door de raam, kijken naar zeg maar de voormalige woning van een weverij. Een weverij ook nog eens een keer? Van dezelfde familie van Oelen, twee takken. Okay. En dus achter dit bijkeuken hier, daar beginnen de fabrieksgebouwen. Daar staat nog een deel van overeind, een deel is afgebroken. Aan die kant, qua weverij, is alles weg. Alles weg. De directeurswoning, die staat er nog. Ja, ja. Dit straatje, dat was fabriekspoort. Ach, jongens, toch, wat leuk. Mijn neef die zat hier nog aan de overkant in een luikje. Ja, ja. Als een soort portier. Oh, die heeft daar nog echt als portier gezeten? Ja. Oh, geweldig, man. Je bent een echte bokselaar. Dus. Ik ben een bokselaar. Ja, ja, ja. En toen je dit pand zag, dan was je helemaal verliefd erop. Ja, daar waren we eigenlijk al heel lang. Ja. En tot op een gegeven moment, ja, de kans zich voordeed. En toen zijn we gaan onderhandelen en toen was het zo'n piek. En hoe oud is het? Nou, ik onderbreek. Ja. Wat ik nou zo leuk vind als kind, als ik naar de middelbare school reed op de fiets hier naar de HAVO, de Brakband HAVO, dan kwam ik dagelijks langs dit pand en altijd dacht ik van, oh, wat is dit mooi en wat zit erachter en precies, dan ben ik hier. Dan ben ik ook benieuwd naar wat erachter zit, dus als we daar de koffie op hebben, wil ik even wel rondlopen als dat mag. Ja, dat mag. Ja? Oh, geweldig. Ik leid met plezier rond. Nou Frans, ja, je ziet hier nog wat overblijfselen liggen van mijn snoeiactiviteiten van de laatste maanden. Ja, allemaal wilgen. Hè? Geen tijd gehad om het kort te maken, want ik ben een weekje met mijn dochter weg geweest. Ja. En, je hoeft ze niet eens in de grond te zetten. Nee, het schiet zelf, gewoon door. Dat is echt machtig mooi spul. Je kunt ze stukjes afhalen, dan zet je het gewoon neer. Ja. En dan groeit het. Dus als je het mee wilt nemen? Als ik dit in mijn tuin zet, dan groeit het. Ja, als je dit, kunt dit er al afhalen, dan groeit het al. Gewoon zo'n stukje? Ja, die groeien zo door, die wilden. Dus als je wat wilt hebben, dan regel ik... Ja, dat wil ik wel. Ik weet alleen niet of mijn Theo dat wil. Maar, dat is ook maar dat zien. Neem hem wel mee. Ja. Oh, en hier, mooi. Ja, elfenbankjes inderdaad. Ja, prachtig. Ja, hier nog een hele bijzondere kever. Kijk hier. Nee, dat is niet L. Dat is een vuurkever. Kleur, hè? Mooi, hè? Ja, fantastisch mooi. Dat is een mooi kevertje. Ja. Kersenboom. Ja, fantastisch, hè? Echte een oude kersen. Ja, dat is een echte kers. Kersen, ja, zeker. Ja. Mooi knotwillig daar. Ja. Ja, en dat pereeltje is ook wel geinig. Och, zo met die klimop, hè? Ja, precies. Nou is het riet weer mooi aan het groeien. Dan kun je we kunnen geen meter vooruit komen hier, want er is zoveel te zien. Ja, er is veel te zien. Leo, en dat water? Dat... Oh ja, dat water staat stil. Het stroomt wel een heel klein beetje, hoor. Ze hebben net onlangs, een half jaar geleden, de stuw vervangen door een volledig op afstand... automatiseerbare klep. Okay. Daar staat een op afstand uitleesbare niveauregeling in. Okay. En mijn buurvrouw, waar ik in de tijd dit pand van heb gekocht, die heeft totdat de ding daar geplaatst werd, voor, ik dacht, een gulden per dag, iedere keer de meterstand van het water doorgegeven, van het waterschap, zodat zij konden regelen, stroomafwaarts en stroomopwaarts. Zodat de verhouding goed bleef, De gulden. Nou, doen ze het, dat doen ze het automatisch. Afstand. Wow. Okay.
Wat ga je nou doen? Ik denk dat ik jou eens ga verrassen door jou mee te nemen naar iets wat je denk ik ook leuk vindt. Oké. Okay. Dus het heeft niks met natuur te maken, maar meer met cultuur of industriële revolutieachtige dingen. En daar hebben we daarvoor nodig? Ja. Dat is een sleutel tot. Mag jij deze? Ja. En we moeten door een aantal berenklauwen heen. Oh jee, oh jee. Ken jij beter dan ik. Ja, dit zijn berenklauwen. Dus, ja, dat is een reuze berenklauw. Die reuze berenklauw komt hier oorspronkelijk niet voor. Komt uit de Caucasie en zo. En hebben hier nog zelfs Caucasie. Dus dat is heel ver weg. Als je zeg maar heel goed kijkt, dan zie je overal brandhaartjes zitten. En dan zeg maar brandwonden veroorzaken. En zeker als de zon schijnt, dan schijnt dat een enorm effect te hebben. Oh. En dus moet je altijd heel voorzichtig zijn. Dus ik ben blij dat ik dan zo'n ding in mijn handen heb. Daar kan ik iets mee doen. Hè? Nou, ik... Maar goed, ik ben benieuwd naar jou. Ja, want voor die paar stengeltjes zijn ze eigenlijk niet nodig. Nee. Maar we gaan hier nog even een paardje maken. Frans. Oh jee, wat leuks laten zien uit... uit de eervorige eeuw. Nou, geweldig man. Oh, kijk, ja, je bent al bezig, zie ik. Ja, ik heb al wat gesnoeid. Oké. Okay. En we gaan nog even verder met snoeien. Ik volg jou gewoon. Er staan echt veel. Als je nou een klein beetje... Ja, kijk, kan ik hier naast staan? Dan kan ik hier ook even hier een paar omhakken. Want ja, dat is wel leuk om die dingen een eerlijk klap te geven. Ja, dat blij is. Nou, Jolene heeft me wel verrast, want dit had ik helemaal niet verwacht. Zodat ik hier nog moest werken. Ik ben schuldig dat ik jou nog aan het werk zet. Straks een mooie opgeruimde tuin. Maar volgens mij wordt jouw werk dadelijk beloond. Echt waar? Heel leuk. Ja, dat vind ik al wat. Daarom dat ik hakken we eigenlijk al op snel naartoe. Want ik vind het gewoon nu al spannend. Even deze nog een keer een klauw geven. We zijn er bijna, hè Leo? Ja. Nou, ik denk dat we ons best hebben gedaan, we zijn het. Zal ik jou vragen of jij denkt te weten wat je daar ziet? Nee. Ja, je had er straks wel iets over stoom, maar ik weet niet wat. Ga er maar eens als eerste in. Oké. Nou, het deurtje vergaat van ellende. Zo. Kan je zeggen, Janus? Wat nou wat mooi. Mooi, hè? Oude ketel, stoomketel. We hebben op de KVL in Oostenrijk. Ken je dat? Ja, zeker. Ja. We hebben er ook sprintje. Ik ben daar al een aantal keer geweest. Met die hebben ze ook heel mooi gerestaureerd. Wow, de stoommachine. Die is weggehaald. Die is weggehaald. Ja. Dus deze, dit was je weet hoe het werkt, een drukmeter. Die had water aan de kook gebracht, dat start op deze hoogte. Ja, ja. En het is... Zeg. Wil je iets van de achtergrond van de techniek weten? Ja, zeker. En waarom hier nummer 2 staat? Het kan zijn dat dit een vervanger is van nummer 1. Of het kan zijn dat het nummer 2 is van het hele complex, want daar hebben 3 ketels gelegen. Oh ja, dat zal wel. Ja, nee. De vuurgat, ja. Nou, dat is 5,5 meter lang, hè? Ja, je moet het zien als een stoomlocomotief zonder wielen. Ja. Dat zit uit het midden. Zo. En als je in het midden zat, dan noemen ze het een Lancashire boiler. Soms met 2 stoken. Dit is een Cornwall boiler. Cornwall. Dus het ontwerp komt uit Cornwall. Cornwall, ja. De ketel is gemaakt in machinefabriek Breda. Oh. Typisch element van deze ketel is een labyrint van rookgangenstelsel. Dat loopt onder de ketel zo zigzag door. Ja. Dan gaat hij uiteindelijk diep onder de grond verder naar mijn buurvrouw. Inmiddels mijn buurvrouw naar de schoorsteenpijp. En dat is de uitlaat en die zorgt voor de trek. Oh, die zorgt voor de trek meteen. Ja. Die is al een keer gerestaureerd. Ja. Deze moet nog. Maar dit was leuk, Leo. Geweldig. Iets laten zien of eigenlijk vragen, Frans. Ja. Ik heb een probleem met mijn buxus. Ik zie het. Een paar dagen. Ja. En alles daar wordt ook volgens mij weggefroten. Ik zie ze zitten hier ook. Ja, dat is niet best. Ja. Dat is niet best. Het zijn de rupsen van de buxusmot. En dat is een, ja, daar heb je het weer. We hebben het net over die berenklauw gehad, die reuze berenklauw. Invasieve soort of een soort die hier oorspronkelijk. Nee, deze buxusmot hoort hier niet. Heeft geen natuurlijke vijanden. Dus kan zo'n struik in één keer helemaal opvreten. En dat is heel vervelend. Maar waar komt die dan vandaan? Nou, die komt uit Azië. Maar dus hier, ja, die is hier naartoe gebracht omdat mensen dan op zo'n moment de verkeerde buxus meenemen die bevuild zijn. En als zo'n mot eenmaal zeg maar, in Nederland zit, kan hij weelderig tieren. De meeste gemeenten gaan dan weer over tot chemische bestrijding. Dat vind ik dan toch ontzettend jammer. Nou, in Boksel hebben ze volgens mij nou besloten om het gewoon te gaan ruimen. Ja, maar ja, dan ben je je buxus kwijt. Dat is zo zonde, hè. Ja. Dus er zijn nematoden, dat zijn dus eigenlijk sluipvliegjes. Ja. En die vreten die beestjes wel op. En die kun je dus gewoon overal in de handel kopen. En in de dingen zetten, zodat je... Vooral, eigenlijk moet je dat doen, maar je bent nou net iets te laat. In een jonge larvenstadium, hier zijn ze al wat volwassenen, hier gaan ze daar uitspinnen. Ja. En als ze helemaal gesponnen zijn, dan gaan het poppen worden en dan worden dat vlindertjes. Ja. Dus dat is eigenlijk te laat dan.
Goed, je kunt ook nog, wat je vaak ook kunt gebruiken, is toch brandnetelsap. Hè? Dus die, en dan niet echt sterk verdunnen, maar heel dik houden als het enigszins kan. Ja. Wat ook kan is als je heermoes hebt. Heermoes in wat water zetten, het liefst eigenlijk heel veel gewicht aan heermoes. Ja. Een liter water even een paar dagen laten staan en dan die sap afdoen, daar kunnen ze ook niet goed tegen. Okay. En ja, wat ook helpt is afvangen natuurlijk, want dat is nu op dit moment eigenlijk de beste methode, dus echt gewoon weghalen. En eigenlijk gewoon dood maken, dat is het beste. Ja, ja, hier de geluidsman, mag ik even iets vragen? Ja. Nou, stikkers van de merels en merelnesten, die hebben allemaal rupsen in de mond, in de bek, waarom deze niet? Die kennen deze niet. Dat is een aparte soort. Koolmezen kennen die niet. Zijn er bang voor. Keten ze niet op. En dat, ja, dan krijg je dus zeg maar helemaal geen fraat. Er komt helemaal geen fraat voor op de buxusbot. En deze Frans. Dus ik noem hem maar een fluweelboom. Deze is het ook. Dat is, ja? Dat is ook een exoot, hè, fluweelboom. Dus, ja, hij heet fluweelboom omdat je moet kijken hoe mooi fluweelig die zijtakken zijn. Hier, als je hier, Jolene, moet eens kijken. Hier zit gewoon fluweel op. Voel maar eens. Ja, ik durf niet maar aan te voelen. Nee, maar dat kan niet. Hij is nog niet op zijn mooiste. Dat is een hele mooie fluwelen trui. Ja, dat is dit ook. Daarom heet hij fluweelboom. Ja. Hey, maar Leo, dit stond er allemaal al, want dit is natuurlijk al hartstikke oud. Je hebt zelf niks aangeplant of... deze fluweelboom wel. Die hebben dat bedoel ik. Oh. Ja, die wel. En hier, ja, die heb ik niet aangeplant, maar die is vanzelf onder de grond, denk ik, doorgeschoten. Oh ja, dat is ook een fluweelboom, ja. Ik vind hem eigenlijk al mooi staan. Dus ja, daarom. Ja, ja. Die kiwi die is hier, dat weet ik eigenlijk niet. Die is hier aankomen waaien tijdens de verbouwing. Ja, eet je wel eens kiwi? Sorry? Eet je wel eens kiwi? Ja. Ja, nou, als je de nootjes hebt weggegooid of de zaadjes, dan kan die zomaar groeien. Want hij staat op een fantastische muur hier, hè? Maar hij moet toch een willy vruchten krijgen? Ja, maar dat duurt nog even. Hij moet een tweede boom hebben natuurlijk, dat is wel zeker. Maar hij heeft een keer vruchten gegeven en hij heeft er al maar in zijn eentje gestaan. Ja, maar als er ergens anders een mannetje staat dan, en een bevrucht het vrouwtje, dan heb je dus ook een bevruchting. En dat kan dus ergens met een zweefvlieg gebeuren of een bij. Die ben ik stuit meer over. Oké. Dus je hoeft in feite maar één plant in je tuin te hebben. Ja, en dan gokken op dat in de buurt echt ook nog kiwi's staan. Want of anders werkt het niet. Je moet de buurman vragen of hij... Of je een vrouwtje wil versieren. Ja, ja. Dat kan zo. Maar één keer vruchten gegeven. Maar zijn dit kiwi's in wording? Ja, dat zijn kiwi's. Ja, mooi hoor. Zijn heel mooi. Ja, 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 ja. Dus maar eens even afwachten. Maar boven. Ja. Leo, er zijn hier zo ontzettend mooie hoekjes van. Moet eens kijken. Ja, dit is wel mooi hè. Ja, sowieso. Ik hou sowieso van brandnetel, dat weet je. Maar hier van brandnetel, dat is dit dus, hè. Dat ken je allemaal wel. Ja, ja, ja. Maar dit vind ik ook wel leuk. Leo kan beginnen met zijn eigen bier, hè, want hij heeft al de hop, hè. Want die zie je hier ook tussen zitten. Hop? Dus hop, voel maar eens hoe plakkerig dat is. Oh ja. Nou, dat is plakkerig, hè. Dan heb ik hier nog iets moois staan, dat is dit. Dan ga ik jou versieren, kijk eens. Bups. Hops, daar hangt die. Dat heet kleefkruid. Oh. En dat is ook de bedoeling van dat spul dat zo vervoerd wordt en dan komt het ergens, valt het neer en vooral als er zaadjes er zitten en dan heb je ergens anders, begint het weer op te groeien. En daarom heeft deze plant gekozen om vast te kleven aan huiden, maar ook aan broeken van mensen en zo kan hij dus de wereld rond. Wat doet het kruid? Of ook weer voedsel voor een heleboel diersoorten. Hè? Dus eigenlijk kun je planten zien als voedsel voor diersoorten, maar dit is een prachtig hoekje. Dus je hebt je druiven, je hebt je hop. Ja, je kunt een café beginnen. Ja. Geweldig, man. Ja, Frans, kom maar eens. Ik heb hier nog een heel leuk beestje zitten voor jou. Dan moet je eens goed kijken hieronder. Een kiep. Oh, God. Een kiep. Oh, kiep. Die is hier aankomen waaien of aankomen varen. En achteraf bleek dat het een kip is die bij een buurtgenootje van mij, een kennis van mij, Lori, is weggelopen. Oh. Maar ik mocht hem houden. Oh. En ze voelt zich hier heel erg op de gemak. Ja, dat zit wel echt. Iedere dag een eitje en nou zit ze te broeien. Denkt ze dat ze een bevrucht ei heeft, maar is niet zo. Nee. Dus ze gaat zich te broeien, ja, dan moet ze oppassen. Hè? Voor de broeddood. Maar goed, aan de andere kant. Ja, broeddood? Ja, dat kan gebeuren. Hè? Dat ze gewoon door gaan broeden en dat ze niks meer eten en zo. Ja, Leo, ik wil jou ontzettend bedanken voor jouw gastvrijheid. Maar ik ook, want ik ben echt aan jou bedankt ook voor. Ontzettend leuk hoor. Goed, leuk. Ja, ik weet, dat was helemaal geweldig. Verrassend hè? Helemaal geweldig. Ja. Je hebt hier een prachtige plek, Leo. Ah, mooi. Ik wil jullie allemaal thuis. Zit hier een rups op jou? Ah, nee. Oh. Oh nee, toch niet. Hey, tot de volgende keer hè. Oh. Goeie. Oh, echt.